Oh, ja, dat kan ik ook. Wat me trouwens op is gevallen, als je bijvoorbeeld onder water, want dat was Katja, een vrouw probeert te vingeren, dan zou je zeggen dat het allemaal nat is. Maar dan is het op een of andere manier god en god droog. Ik weet niet of jullie dat wel eens hebben geprobeerd. Zo met die vingertjes erlangs, want die lipjes zijn dan gesloten en dat blijft als een oester dicht zitten. Ik weet ook geen trucje ervoor, maar als het eenmaal loopt, ja, nou, klimaatverandering of niet, maar stop de waterstijging. Ach Jan, ben je bekend met dit verhaal, Jan? Onderwatervinger Jan, nee, dat doe je niet. Katje. Ja, goed, gaan we gauw door naar...